Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar Sebastiani on Tour. Je kijkt alweer naar het tweede deel van het project The Giant. We gaan aan de slag met de L-elementen, de klinkers en het grondwerk in deze vlog. We zitten natuurlijk op een best wel groot project, waar ook veel bouwlui bezig zijn, die alles renoveren. Goed, er moet dus een riool heraangesloten worden, hier ergens. Dat kun je in de loodgieter laten doen, maar als je dat een beetje goed met elkaar communiceert, dan kun je dus even met een graafmachine, wat we hier toch hebben staan, even een grote gul graven, dat ze en een leiding kunnen leggen. En dat wij meteen het riool opzoeken. Ik krijg het helemaal stuk om de geluiden van de bouw. Ja, er zitten bijzondere mensen binnen. Bijzondere geluiden maken. Dat is soms net Artes. Deze grijze buis. Die loopt dus ergens naartoe. En niemand weet waar. Dus wij gaan die even opspeuren. En als we die hebben gevonden, dan kan een loodgieter het riool gaan aansluiten. En dan kunnen wij natuurlijk ook weer verder. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Hier is die buis die we helemaal gevolgd hebben. Het begon hier. Toen was een risico dat het door de tuin heen zou gaan. We zijn toch wel mooi bij het gebouw gebleven. En hier gaan de loodgieters wat aansluiten. Die buis die daaruit komt, die is nieuw op deze oude. Bijna einde dag weer, hè? Ja. Gaat dat snel? Gaat keihard om mensen. Ja. Niet normaal. Maar we hebben wel weer een mooi stukje keerwand gezet. Ja. Kom, we gaan kijken. Kijk eens even. We hadden natuurlijk al een stuk erin. Maar we zijn nog verder gekomen. Het lastigste deel hebben we gehad. Dat zijn de hoeken. Nou, die heb van die mooie hoekstukken. Die hebben we erin gezet. Daar ook. En dan gaan we daar. Met de keerwanden een verdiepingje hoger of lager, hoe je het wil zien. Die zijn 80 centimeter hoog. En dat is omdat we met de grondslag daar een stuk lager gaan. Dus dan moeten we iets meer opvangen. Het is weer klaar. Weer een dag weg. Nou, morgen gaan we tot het einde van dit keerwandje door. Dus eigenlijk tot de hoek van het huis. En dan gaan we de trap bepalen. En donderdag ga ik even kijken voor de achterkant. Daar willen we meteen een paar flinke laurieren in zetten. De klant had een paar mooie gezien bij de kwekerij. Dus die gaan we samen even bekijken. En dan zo snel mogelijk erin zetten. En bedankt voor het kijken. En abonneer. En like. Swipe. En, raad het aan je vrienden. Ja, ook dat. Deel via social media, Instagram. Laat het van je oma zien. Adieu. Doei. Het eerste deel van de laurieren komt net aan. We beginnen met de wat kleinere. Nou ja, klein. Ze zijn niet klein, maar de kleinste voor deze duin. Dus we gaan ze eraf gooien en dan inplanten.
Harrier nummer 2. Het zijn flinke jongens. Je ziet inderdaad meteen de buren niet meer. Dat is fijn. Er komen er nog 3 aan. Dus we kunnen het mooi tot aan de andere boom dichtzetten. Straks met de kraan haal ik ze even weg als we ze mooi hebben staan. Dan graaf ik gewoon per laurier even een gat. Dan kunnen ze mooi erin zetten. Even wat goede aanplantgrond erbij. Dan gaan ze wel goed groeien hier. Zo meteen. Het is wel echt een groot, hè? Zo. Het is gewoon 6 meter of zo, denk ik. Eng op de plaats. Ik denk dat het beste is om deze laurieren eerst even uit te zetten. Ja. En dan vanuit de woonkamer en keuken even te kijken dat we dus, zoals je daar ziet, dat huis mooi wegvangen. Er zit natuurlijk een hoog deel op het huis daar. Dat willen we gewoon niet meer zien. Dus gaan ze neerzetten met de mooie kant naar voren draaien, want ze hebben wel een voorkant. Daar moet je wel even rekening mee houden. Op de kwekerij staan ze ook vaak ergens tegenaan, dus er zit vaak een wat kaler stuk in. Die draaien we naar achteren. En als ze goed staan, dan kunnen we ze inplanten. Dan gaan we een gat maken, wat grondverbetering en aanvullen. En niet vergeten water geven, ook al is het herfst. Aanwateren, 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 aanwateren. Hè? En dan gaan we zelf koffie drinken. Goed, we zijn weer een weekje verder. Dus we hebben weer wat kunnen doen. Eigenlijk allemaal voor andere partijen dit keer. Dus we hebben hiervoor hebben we het hek er helemaal uit. En de beplanting. En er is een nieuw hek geplaatst, zoals je kan zien. We hebben wel een flinke lopen stoeien met het vrijmaken van een laatste gedeelte. Er stond natuurlijk nog een poer. Je ziet hem daar liggen. Ja, daar staat die andere nog. Dat was nog even een klus om dat weg te halen. Daar hebben we ook onze buurman Guy voor moeten inschakelen met zijn diamantboren. Ja. Die kregen we niet weg. Maar, dus dat is laat geworden toen, maar het is gelukt. Dus het hekwerk staat erin. Dus wat ik ga doen is het nu inmeten voor de beplanting. Dan kunnen we een laurierhaag inzetten. Dan is dat ook dicht. Dan hebben we geen inkijk meer. En dat is natuurlijk wel fijn als je zo'n tuintje hebt straks. Dus, we gaan naar binnen. Kijken wat daar allemaal gebeurd is. Nou, wat we nog meer gedaan hebben. Het is deze laurierheg. Hebben we mooi ingeplant. Het is echt een behoorlijk ding. Zoals je kan zien. Ook qua breedte. Dat komen we niet vaak tegen. Maar in dit geval... Ja, wel logisch natuurlijk, want het moet wel beschut zijn hier. Je moet niet bij je buren naar binnen kijken. Dus vandaar deze grote laurieren. Vandaag op de planning staat het verder plaatsen van de keerwanden, zoals wat we hier ook hebben gedaan. Nou, wat we gaan doen is als volgt. We gaan hier nog een stukje aanzetten. Kom je daar bij de hoek van de woning uit, dan gaan we die kant weer op, dus de hoek om, 90 graden. Dat moeten we vandaag helemaal gaan uitzetten, inmeten. En ja, dat kan je dus alleen doen door die keerwanden te zetten en dan gaan opmeten hoe de tussenmaat gaat worden. Nou, Martin is lekker in het vleien weer, zijn lievelingswerk. Zo, kraan die... Ik vind het alleen niet zo heel leuk meer met ons. Je kraakt langzaam uit elkaar. Ding. Je kunt hier goed zien waar de plank staat. Dat wordt dus de trap. Schuin in het talud.
tussen de muren, hoe je het wil zien. Hier kan je het goed zien, 45 graden hoekje. Dan krijg je aan die andere kant krijg je hetzelfde idee. En dan kunnen we morgen lekker verder met de klinkers. Dit is nu klaar, dus dan kan het straatwerk weer erin. Er zit natuurlijk een behoorlijk verschil in qua gewicht als je hem erin hangt. Dus de kant van de muur, daar komt natuurlijk een gigantische druk op te staan ten opzichte van die kant. Dus wat wij doen is hem gewoon harken. Even een beetje vlak maken met het schepje. Dan zet je hem erin en dan stel je hem daarna af. Dus je kan even je schepje eronder doen. Dan kan je hem ietsjes optillen, een beetje zand eronder. En dan kan je hem zo helemaal recht zetten. Zo noemen we dat hele muurtje. En action, de keerwand. Die is op twee zaagstukjes na klaar. Dus je zit nu rondom erin. Ik denk wel een meter of 60 dat hebben we gezet. Ja. Dus dat is even leuk. Ik ben blij dat het erin zit. En we zijn al nou zeker halverwege met het straatwerk. Dus dat willen we deze week erin hebben. Het laatste hoekje straatwerk. En dan is het weekend. Bijna niet in. Wat lekker. Dit is het nog, 2-3 meter en dan is het klaar. Dan hebben we dit hele mooie terras erin liggen, met gootjes en al. Ik heb hem nu eerst helemaal schoongeveegd en daarna afgetrild. En dan zullen we daarna een aantal lijnen opzetten, haaks op het huis, om de laatste slingers eruit te halen. Je ziet hier al een klein beetje dat hij alle kanten op gaat. Dat moeten we allemaal uit schipperen, heet dat. Het is eigenlijk heel simpel. Ik zal het even laten zien. Als je op een gegeven moment de lijn hebt staan, en je gaat hem naar de lijn toe duwen, dan zet je gewoon je schep in het straatwerk en duw je hem gewoon naar de lijn toe. En steeds iets verder, totdat er geen ruimtes meer zijn. En dan kan je hem helemaal recht krijgen. Dit zit er helemaal in. Het hele terrasje. Ja, hier natuurlijk de aansluiting van de trap. Die kan pas als de trap gemetseld is. Dat lijkt me een duidelijk verhaal. En deze hele kant is ook klaar. Ook putjes erin, gootjes erin. Meteen alles aangesloten op het riool of op het hemelwater, hoe je het wil noemen. En klaar. Kunnen we een hoofdstuk 2 beginnen hier, de beplanting. Zo, vandaag een uurtje eerder begonnen. Ja, het is echt wel verschil. Het is echt verschrikkelijk donker nog, hè? Ik denk als je nu naar de tuin kijkt, zie je niks. Maar wij krijgen nu binnen nu een 10 minuten ongeveer alle laurierplanten binnen. Dus we moeten hier aanwezig zijn om te lossen. We gaan de shovel erbij pakken, vriend. Vroom vroom. Hè? Vroom vroom. Ja. Dan komen ze een uur te laat. Ja. Ik hoop het niet. Het is wel mooi dat er van die dikke lampen op zitten. Ze kunnen straks een beetje bijschijnen. We gaan nu eerst even alles lossen. Dan gaan we denk ik even een bakje koffie doen, totdat het wat lichter wordt. Dan kunnen we mooi alle laurieren gaan uitzetten in de geul die ik heb gegraven. Alright, we hebben een beetje licht.
en een paar lauriertjes, allemaal in setjes van 5. En daar liggen nog een paar. En deze gaan we allemaal inplanten in de keel die we gisteren hebben gedaan. Dat ligt hierop. Langs het mooie nieuwe hek. Dat wordt het klusje. Grote haar gaan zetten en je hebt een aantal planten berekend, maak gewoon een gul, zet ze allemaal uit zoals hier, zet ze neer zoals je denkt dat het mooi staat en wacht even met het aanvullen. Als je dat gaat doen en je denkt oh er moet nog iets ruimer, dan moet je alles weer uitgraven. Dus het statiegeld op, ja, pallets. Kijk, hier kan je nog doorheen kijken. We moeten een klein beetje gaan uitzoeken. Er zitten wat kleinere en wat grotere bossen tussen. Maar de voorkant moet natuurlijk wel meteen dicht. Dus deze kleine ga ik er even uittrekken. Dan ga ik een teller hier achter mij even wat grotere pakken. Kan niet erin. Want ja, de inkijk vanuit buiten moet natuurlijk meteen goed zijn. Eén keer het gat in. Jongens, ik zie jullie niet meer. Alright. Nu zijn we achter in de tuin. En dan gaan we ook een paar plantjes in. We hebben ervoor gekozen, samen met de klant, om de laurierhaag hier iets van de hek af te houden, zodat we er nog langs kunnen lopen. Dat is heel handig met het snoeien van de haag. En als het hek ooit geschilderd moet worden, dan kan je er gewoon bij. Hier hebben we een hele mooie XXL Liquidamba neergezet. Het is echt een gigantische boom al, met een hele grote stamomtrek. En hier hoeven wij niet meer te komen met de shovel. Dus hier ga ik alles doorspitten. Nou, je ziet al de donkere vlak in de tuin liggen. Dat heb ik al helemaal doorgespit en gevlakt. Als je daar dan niet meer met een shovel overheen gaat of met ander zwaar materieel, dan blijft je grond mooi. En dan zit er geen storende laag meer in. Zit je naast de grond te filmen? Ja. Het is voor de views. Is dat voor je Tinder profiel of zo? Maar doe nog eens een dansje, ik vond het wel mooi. Waar doe je al die spots van? Daar moet je voor betalen. Dat doe ik al. Je krijgt gewoon betaald, hè, per uur. Vandaag hebben we de trap uitgemeten. We hebben even een touwtje opgezet. We hebben precies uitgemeten hoeveel stappen erin komen om op het gazon terecht te komen. En wat we gaan doen is bij de eerste stap beneden, die gaan we op een betonvloer zetten. Kunnen we daarop gaan metselen. En dan de volgende stap die vullen we dan helemaal op met stabiemix. En dan kunnen we daarop weer de volgende laag metselen. Zo gaan we eigenlijk tot aan boven verder. Deze vloer is al mooi aan het uitharden. En Alessio die is daar nu bezig met het maat maken van het betonijzer netwerk. Kijk eens, mooi op maat. Als je alleen beton stort, dan kan het gewoon heel makkelijk breken. En dan worden er twee delen en door het metaal blijft het zeg maar een geheel. Als je het de hele dag doet, dan hoef je niet meer te sporten. Maar dat is met alles met ons werk, toch? Dat is waar.
per trede opmeten of je hoogte nog goed is. Dus dan krijg je de laagste treden van wordt dan helemaal klein. Dus ik ga even een paar kastjes zetten hier zo. Ik zie dat wel, maar dat zie je niet op de camera. Ik heb een speciale bril ervoor. Dus voor de veiligheid en voor extra visie. Televisie. Dat is het enige wat we kennen. Dit was alweer deel 2 van het project The Giant. In de volgende video gaan we aan de slag met het gras leggen. We gaan de ilexen planten. En niet te vergeten, we gaan een start maken met de kazeien. In ieder geval voor nu bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.